Nou, iemand zei tegen mij, mama zei als ze dik is en als ze idioot is. Maar als dat zij bij mij in de bus komt, kan ik hem één keer naar die kop slaan. Oh. Had je geluk. Hey lieve kijkertjes, daar zijn we weer. Met de leukste vriendin van Nederland. Jalicia. Jaden. Jason. En natuurlijk met ons. Melanie. En Ruben. Een hele goede morgen allemaal. Welkom weer in een nieuwe vlog hier op Good Life. Vandaag gaan we lekker winkelen, hè schat? Zeker, ik heb er zin in. Heb je er zin in? Ga je met me mee? Ja, ik ga met mee. We gaan namelijk winkelen voor mannen. We gaan winkelen voor mij. Niks voor mannen. Maar misschien doen we het wel voor beiden. Dit vind ik nou gezellig winkelen. Dit doe ik nog graag met je. Ja. Dit kan ik elke dag doen. Maar weet je wat punt is? Nou gaan we van jou en zo meteen gaan we een deurtje verder. Was dat niet de afspraak? Ja, wij gingen winkelen voor ons samen, toch? Dus daarna gaan we naar de andere winkel, die is veel leuker. Ik schrijf, hè, maar mijn handschrift is natuurlijk beter te lezen dan de jouwe. Nou, lieve kijkertjes, welkom in de vuurwerkwinkel. Kijk eens, hier gaan we even wat vuurwerk mee pakken. Voor met oud en nieuw, ze hebben nieuwe producten. Die haal ik altijd vroeger in het jaar, omdat ze anders misschien uitverkocht zijn aan het einde van het jaar. En ik ben natuurlijk een vuurfanaat, een vuurliefhebber. Dus ik wil al die nieuwe producten zo snel mogelijk hebben. Daar staan wat nieuwe producten. Van Zena. Niet dat heel veel mensen jullie zullen interesseren. Maar ik laat het toch wel even zien. Deze neem ik dadelijk allemaal mee. Voor de mensen die zeggen, is dit allemaal wel een gauwkoetje wat je doet? Niet helemaal. Het is verder luchtgauw vuurwerk. Gewoon bij ons in Nederland mag je hetzelfde vuurwerk kopen, alleen de laatste 3 dagen van het jaar. Hier kun je het hele jaar doorkopen, dat is het verschil. Waardoor de prijs ook een stuk lager ligt dan bij ons in Nederland. Het voordeel is dat je dus gewoon ook terug kan komen als er iets niet is. Hey, nee, dan krijg je vervangend product als er dan iets niet meer voor had. Dus dan krijg je iets wat je niet besteld hebt. Hier kun je gewoon nog een keertje terugkomen. Dus dat zijn de voordelen. Maar het is verder gewoon klasse 2 vuurwerk. Dus het vervoeren van dit vuurwerk in Nederland is dadelijk verboden. Dus dat gaan we doen. En dat mag dan niet. Dan overtreed je de wet. Maar als het eenmaal thuis ligt, mag je het weer thuis hebben. Want je mag toch 25 kilo het hele jaar door thuis hebben. Maar zoals jullie weten, tenminste de mensen die kijken naar Extremewise, mijn vuurwerkkanaal, weten dat ik gewoon een opslag heb. Meerdere opslagen voor dat vuurwerk. Dus daar rijd ik daar als eerste meteen naartoe. Dit mag trouwens allemaal niet in Nederland. Dit bevat zogenaamd zilverkruid. Volgens de Nederlandse politie is dat levensgevaarlijk. Flitspoeder. Echter, in België, en in Frankrijk, en in Spanje, en Italië, en in Polen, Tsjechië, noem het allemaal op, is het wel allemaal legaal. Dus dan mag jij me uitleggen wie gelijk heeft. Maar goed, het is geen vuurwerkkanaal, het is een familiekanaal. Ik ga even verder met mijn gratis winkelen en jullie zien dadelijk wat ik allemaal meeneem. Kijk schat, dat zilte is onder de houwaf, het is de aandeling. Ja, maar dat is LVC-acties, schat. Oké, heb je die niet dan? Ja, ik reken altijd gewoon volle prijzen, want ik heb sowieso 100% korting. Oh, dat is schrijf op. Nou, ik denk dat we wel geslaagd zijn, of niet? Wow, die zit toch aan? Moet er nog meer bij. Nou, dan is een vrouwtje lief natuurlijk. Je hebt ook wel wat gezien. Kijk, dat zijn pas aanstekers van een pyro. Zit tenminste een beetje vol. Ja. Nee, mag je niet hebben. Nou, hop, ik heb meer te doen vandaag. Vullen die car. Pak ook maar alles mee, hè. Markjes voor in de auto of alles voor een douche? Voor een douche. Ah, oh, wat leuk, allemaal voor de kinderen. Ja, dan ga ik niet maken. Kijk, er is laaien, jong. Kijk, er is laaien. Kost het hier ook niet of zo? Jongens, is maar aan het bunkeren daar al. Die zijn wel leuk, die kaarsen. Nee. Je bent haar meer geld kwijt dan met mij. Ja, dat zei het. Ja, dat weet ik zeker. Dit ja. Is niet zo duur als vuurwerk. Wat heb jij nou weer allemaal gekocht dan? Wat moet je hier nou weer mee? Ja, dat zijn die kaarsen. Ja, dat is gezellig wat 's avonds alleen. Deze geven licht. Ruik. En dit dan? Dat is voor Jason als ze vrijdag geopereerd is. Ja, erg leuk hoor. En die? Die heb jij juist gekomen. Ja, ik zou niet zeggen, want de kinderen kijken ook. En dit dan? Dan kan ik jou je gezicht goed weer poetsen. Dan mag je regels zo
zijn het parasols. Nou ja, als het gaat regenen, dan hebben ze erin. Ja. En dan voor de zenuwe matjes. Nou, hartstikke mooi. Over. Hoppa. Gaan we, hè? Eindelijk. Eindelijk. Volgens mij zijn van mij veel korter geweest dan van jou. Ja, maar van mij is werk en je hebt geen geld meer. Zo, nou, we zijn bij de opslag aangekomen. Hier ga ik het vuur weer uitladen. Dat nemen we niet mee. Naar mijn huis tenminste. Sla ik altijd ergens anders even op. En dan ja, moeten we opschieten ook. De kinderen komen zo thuis. Anders zijn we te laat. Mama. Ben ik mama? Papa. Papa. Is ja, goed zo. Het is wat ergens gebeurd. Wat is er gebeurd? Nou, iemand zei tegen mij. Mama zei als ze dik is en als ze een idioot is. Oh, is mama dat niet? Nee. En als ze dat nog één keer zegt, dan zeg ik het tegen de juffrouw. Maar even geen namen noemen. Maar wie zegt dat? Iemand die in de klas zit of iemand die bij jou op school zit? In de bus zit hij. In de bus, okay. Ja, en als hij dat nog één keer zegt, dan zeg ik het tegen de juffrouw. Mm-hmm. En ook tegen mama. En dan wordt de juffrouw al boos. En dan moet je 20 miljoen dagen buiten wachten voor zijn straf voorbij is. Ja, maar even een les voor jou, jong. Je zal dit vaker gaan krijgen in je leven. Ja. Mensen en kinderen zijn soms heel onaardig tegen elkaar. Dus je hebt heel goed gehandeld, high five. Maar je moet nooit boos worden. Ja, dat doe ik ook niet. Nooit terugschelden. En nooit slaan. Boven dit gedrag moet je blijven staan. En daar bedoel ik mee. Dat wat een ander ook zegt, moeten ze zelf weten, zolang jij maar weet dat het niet zo is. Ja, en als dat gebeurd is, je thuis, dan kan je het tegen mama of papa zeggen. Ja. Of als iemand anders dat zegt, Robin of Snaje, bijvoorbeeld kan je Robin of Snaje vragen. Wie maar het is belangrijk in elk geval dat je nooit gaat slaan. En nooit gaat terugschelden. En dat je het dan of tegen pap of mama zegt. Of op school zegt. En in beste geval gewoon lekker laten gaan. Gewoon niet op reageren. Want uiteindelijk kun je terugschelden. Je kunt teruggeslaan. Het heeft toch geen zin. Het is een beetje zonde van je tijd. Je kunt je tijd beter benutten om leuke dingen te doen. Maar het is heel goed dat je het wel gezegd hebt. En we zullen het ook zeker even doorgeven op school. Want het is natuurlijk niet lief van het kindje. Ja. Maar papa is trots op jou, joh. Of ik heb het even gezegd, hè. En hoe was het verder op school? Leuk. Ja, wat heb je allemaal geleerd? Ik heb een tekening gemaakt en ik ging koken. Koken? Wat heb je gekookt? Een gehaktbal, aardappelen en boontjes. En ook nog opgegeten? Helemaal bordjes. En ik heb nog chinoos, maar ik heb die chinoos in op. Zullen ze vanavond niet te eten meer? Ja, ik zou vol. Oh, wat een goede smoes. Ik denk dat hij het eigenlijk wel goed doet bij mama. Dan kun je aardappelen laten staan. Ja, dat wel. Maar ik heb één goede deel. Nou. Juffrouw, weet je wat hij heeft? Nou. Een baby in de buik. Zo, wat heeft ze gedaan dan? Laat maar, hoef je geen antwoord op te geven. Ja? Ze zit nog in de buik. Mm-hmm. En volgende week als ze geboren wordt. En ze moet nog even groeien. Mm-hmm. Dan komen ze eruit. En dan kunnen we kiezen. Kijk, als jullie mogen zelf weten als het een jongen is of een meisje. Dan weet dat dus niet. Nou, mogen de kijkers mogen kiezen of het een jongen of een meisje wordt? Of? Ja, maar eigenlijk. Maar we weten nog niet welke dat is. Een jongen of een meisje, dat weten we nog niet. Oké. Okay. Dus we gaan er even op wachten. Tot als hij uit de buik komt. Mm-hmm. En als hij geboren is, dan maken we weer een vlogje. Dan zeg ik je als het een jongen is of een meisje. Dus de mensen moeten reageren onder in de comments. En die moeten dan zeggen of het een jongen is. En in de beschrijving. Ja, nee, dat kunnen we in de comments. De beschrijving die maken wij. Maar dat maakt niet uit. Je bent nogal van de spelletjes de laatste weken, hè? Maar goed, we zullen eens vragen aan de kijkers. Lieve kijkers. Ja. Bij de juffrouw, daar komt een kind uit. Wat wordt het, een jongen of een meisje? Zet maar een meisje of een jongen in de comments. En dan gaat Jason volgende week zeggen, als een kind er is en het is geboren, van wat het uiteindelijk geworden is. En wat kunnen ze winnen? Dat weet ik niet. Daar gaan we nog over nadenken. Dat is mooi. Dan ga ik weer naar boven. Moet ik eerst eten? Ja.
En ik trots, hè? Je krijgt er 2 dagen te eten. Kijk uit. Levensgevaarlijk wat je daar doet. Levensgevaarlijk. Lieve kindjes aan tafel, we gaan eten. Het ziet er echt verrukkelijk uit. Dat is het ook. Dat is het niet. Werkelijk waar, schat. Het was echt een koningsmaal. Nou, schat, normaal gesproken, als jij zegt koningsmaal, betekent het dat je het niet lekker vindt. En dan zeg je dat uit beleefdheid. Dus vond je echt niet lekker? Hè? Ik vond het heerlijk, hè? Wat vonden jullie van het eten? Ik mag een stukje eten, want ik heb op school gezeten. Ja, dat weet ik, maar je hebt het wel geproefd. Vond je het lekker? Ja. Ja, en jij, Jelisha, vond je het ook lekker? Een koningsmaal dat mama weer gemaakt heeft voor jullie, hè? Ja. Jullie mogen jezelf prijzen dat jullie zo'n moeder hebben die zo goed kan koken. Ja, en die vies maakt. Wil je nou gaan zeggen dat mama niet kan koken? Ja, ik kan ook koken. Nou. Jelisha, weet je wat er gebeurd is? Een jongen zei tegen mama als ze lelijk is en als ze dik is. Maar als dat zij bij mij in de bus komt, kan ik hem 1 keer naar je kop slaan. Je kan je kop slaan. Oh, dat vind ik niet leuk. Is dat niet leuk? Oh, wat is de agressieve kinderen zijn het ook. Ja, dat is Jelisha. Nou, nee, Jason, eerlijk is eerlijk. Jelisha, Jason heeft heel goed gehandeld. Hij heeft het gezegd tegen papa en mama. En zegt het tegen de juffrouw. En ik vind het heel lief dat je wil gaan slaan, maar dat moet je niet doen, schat. Want als je andere kinderen gaat slaan, dan krijg jij straf. Dat is niet de bedoeling, hè? De juffrouw zegt soms slaan, even terug. Hoe zegt je juffrouw dat soms? Ja, niet altijd. Niet altijd. Oké, aparte manier. Maar dan moet je van papa aannemen, niet terugslaan. Ja. Dat schiet ook niks op, want dan ga je slaan, dan ga je terugslaan. En dan komt er een einde aan. Nou papa, dan krijg je met mij een discussie. Want namelijk, ze mag niet uit zichzelf slaan. Maar als een kind naar haar slaat of naar Jason, dan moeten ze van mij terugslaan. Slaan ze niet terug, dan hebben ze ruzie met mij. Een kind hoeft zich niet te laten slaan, ze mogen wel niet beginnen. En dat verschil, dat kunnen ze wel hoor. Ben ik het niet helemaal mee eens, schat. Ze moet ook wel even tegen een stootje kunnen. Natuurlijk heb je er ook wel een gradatie in. Kijk, als je zo doet, dan geef je natuurlijk niet meteen... Dat is geen slaan. Ik heb bijvoorbeeld... Nou, ja. Plus, een kind slaat, mogen ze terughouden. En ik denk dat iedereen die mening met me deelt. Namelijk, ik zit op iedereen. Heel veel vrouwenforums op Facebook. Mm. En bijna alle moeders, we hebben van die mummy-setting. En bijna allemaal dat ze reageert. Toevallig dat er een stelling was. Wat zou je doen als jong kind terug slaat? Nou, we doen een stelling. Hè, waarom niet? We zijn toch lekker bezig in het actief met de kijkers de laatste tijd. Wat vinden jullie? Als je geslagen wordt, moet je kind dan macht om terug slaan? En ja, dan blijft toch wel de vraag, ja, hoe slaan? Dus mag ik het voordoen? Ik ga het voordoen. Kun je het goed zien zo, mensen? Ja. Oké, let op. 1, 2... Oh! Had je geluk. Kijk, dat zijn geen geintjes. Dat zijn geen geintjes. Die bijt gewoon, wat een secreet, hè. En mijn kop. Nee, dit werkt zo niet. Ik doe het even zo. Je kan mij je beentje geven. Hop, zo. Sla ze zo de camera uit. Sla je zo de camera uit. Maar ik wou eens als je... Even kijken hoor. Maar ik sta sterk. Wacht even, maar dan sla je wel terug. Dus dit is in principe hard genoeg om terug te slaan. Ga eens de kant. Nee. Hé, maar dat is handig. Mannen, laat binnen. Mannen, laat binnen. Laat op, Jelisha, laat op. Laat op. Pak dat been, pak het andere. Nee. Kijk uit, Tim. Waar zit je nou op de tablet? Waarom help je papa niet? Jason, kijk eens! I have won! Ja! En het is bedtijd! Ja! Lekker naar bed! Papa, die matjes hebben ook al langs de leden en Anna en dat is een babywagen. De matjes. En ook bij de wc. Ja, toen hadden we ook matjes op de wc, maar niet deze matjes. Die hebben we vanmiddag nieuw gekocht, joh. Vind je ze mooi? Ja. Ze zijn wel klein, hè? Ja. Kleiner dan die oude. Ja, ze zijn heel klein. Maar kijk, ik heb mijn slippers aan. Oh, ik zie het. Je hebt ook je slippers aan voor volgende week. Ja. Wat zeg ik?
Van deze week al. Einde van de week word je geopereerd in je teen. Ja, en dan ga ik hem eens lopen. Nou, linksaf, dat is jouw kamer. En ik had beloofd om met Jelisha af te sluiten vandaag, dus ik ga jou gewoon een kus geven. Oh, Jelisha kan de vlog niet meer afsluiten, ze slaapt al. En nu dan? Zal ik dan maar zelf de vlog afsluiten, lieve kijkertjes? Ik ga het zelf doen. Nee! Nou, oh, ben je wakker geworden? Nou, ga jij de vlog afsluiten maar. Ik vond je leuke video heel leuk. Vergeet de belletje te kijken. Allemaal. Dag, tot ziens. Doei. Tot morgen. Tot morgen. Abonneer je op Good Life en vergeet niet op de bel naast de abonneeknop te drukken. Dan mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel.